En ik naar deze video, want ik wil een speciale video voor jullie maken. Omdat ik steeds doorheb hoe jij het nog makkelijker en moeitelozer je doelen kan realiseren. Het is eigenlijk zeg maar mijn missie om jou te helpen hoe jij met minder werken meer kan realiseren. Nou, misschien mocht je denken zoals Sanne, waarom wil je dat doen? Nou, ik geloof dat het gewoon makkelijker kan. En focus is daarbij essentieel. Dus daarom dat ik nu dus ook deze video opneem om een aantal tips te geven hoe jij ervoor kan zorgen dat jij wereldkampioen wordt in focus. Nou, vroeger had ik een andere missie. Ik wilde wereldkampioen veldrijden worden. Maar op dit moment merk ik in mijn business dat als ik hier nog meer focus heb, dan, ja, dat is een hefboom effect. En ik geloof erin, je kan dus een hefboom gaan inzetten, zodat je dus met meer werk, met minder werk, meer resultaat neer kan gaan zetten. En focus is daar dus een heel belangrijke ingrediënt van. Nou, misschien heb je het werkboek al gedownload. Ik heb een werkboek speciaal voor jullie gemaakt, hoe je nog moeitelozer business-wise je doelen gaat realiseren. En daar hoort deze video dus ook bij. Dus zodat jij vanuit de juiste focus je doelen kan gaan realiseren. Dus ik zou zeggen, ga goed luisteren naar deze video. Ik heb een aantal punten opgeschreven. En ga die ook meteen toepassen. Want het verschil zit tussen succesvol zijn en winnaar zijn, is dat je niet alleen informatie tot je neemt, maar dat je het ook echt gaat doen. Want ik zie heel vaak mensen, ze weten wel dat ze het moeten doen, maar ze doen het niet. Dus ik geloof ook echt in, een groot deel van je resultaat, die behaal je al alleen door op te komen dagen, door je verantwoordelijkheid te nemen en het gewoon te gaan doen. Dus luister niet alleen, maar ga het ook gewoon echt doen. En een van de belangrijkste dingen die voor mij ook echt met mijn focus het verschil heeft gemaakt, is gewoon de notificaties uitzetten op mijn telefoon. En echt al die pliepjes van je mail, van je WhatsApp, van je Facebook, van je Instagram, van je LinkedIn, whatever, die staan allemaal uit. Dus ik wil dat je nu naar jouw telefoon gaat en even alles uitzet. Zodat je niet meer afgeleid wordt of dat je in gesprek bent en je hoort een pliepje en je krijgt een berichtje binnen. En ik weet dat je denkt, ja, maar Sam, dan negeer ik dan toch gewoon. Dat klopt. Dat denk jij. Maar toch onderbewust, dan ben je er even mee bezig van, oh, wie zal het zijn? Of je ziet misschien al van wie het is en denkt, oh, laat maar, kan ik dadelijk wel antwoorden. Maar je zal het ook berichtjes binnenkrijgen dat je denkt, oh, moet die toch nog even nu beantwoorden. En dat is zonde, want wie mag jou uit jouw focus halen? Ik denk altijd, nou, ze mogen mij uit mijn focus halen als ze me bellen. Zelfs sterker nog, ik ben op dit moment mijn boek aan het schrijven en daar pas ik deze tips toe. Als ik aan het schrijven ben voor mijn boek, dan mag je niet eens bellen. Weet je, dan haal je, zorg ik ervoor dat je mij niet kan storen. Want ik vind mijn focus zo belangrijk. Dus ik zet dus al die notificaties uit en ik neem daar de regie in. Pak die regie. En ja, eigenlijk, ze gaan voor jezelf na van wie mag je afleiden. En het is toch zo bizar dat iemand anders jouw mate van productiviteit bepaalt, omdat iemand anders jou stoort door middel van een berichtje. Dus ga dat doen. Zet die notificaties uit. En daarmee zal je dus echt merken dat dat al heel veel doet voor je focus. En dan neem je ook zelf meer die verantwoordelijkheid wanneer jij afgeleid kan gaan worden. Of dan kies je ervoor om voor bewust op social media te gaan. Nou, als eerste dus die notificaties gaan uit. Als tweede wil ik je ook uitdagen en met de vraag, hoe wil jij social media inzetten? Want vaak worden we afgeleid door social media, door WhatsApp. Dan ben je weer afgeleid en dan in één keer zit je weer bij je aan het scrollen door je stories of door LinkedIn. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Weet je, jij wil efficiënt met je tijd omgaan. En dat is wel eens belangrijk dat je voor jezelf na hebt gegaan. Oké, wat voor rol laat ik social media in mijn leven? Wat voor rol is dat? Waarvoor wil ik het gebruiken? Ik heb voor mezelf dus bijvoorbeeld heel erg duidelijk als strategie van, social media, ik wil vooral produceren. Dus ik zorg dat berichtjes plaats. Ik heb daarvoor ook een aparte app die ik gebruik. Ik gebruik Later, zodat ik mijn social media berichten inplan. Maar daarnaast plan ik voor mezelf ook dagelijks tijd in. 2 keer een kwartier zet ik ook de timer van een kwartier. En dan ga ik
aan de slag met mijn social media. Beantwoord ik op reacties, plaats ik berichtjes bij andere mensen. Dat vind ik ook belangrijk. Ik heb een lijst van mensen waarbij ik ook graag wil reageren. Dus ik heb vooral de nadruk liggen op produceren in plaats van consumeren. En ik ga ook actief reageren en ik zet daar een tijdstip voor in. En ik merk op het moment dat ik echt, dat ik soms zelfs tussendoor op social media ga, want dat heb ik ook natuurlijk, ik ben ook maar een mens. Op het moment dat ik dat merk, dat ik dat te veel afleid, dat ik dat te veel in mijn automatische piloot zit. Nou, wat ik dan doe, nu misschien moet je nu wel lachen, maar dat gaat jou denk ik ook heel erg helpen. Als je weet van oké, ik wil nu gewoon mijn focus aan iets werken, dan haal ik gewoon de apps van mijn telefoon. Dus ga eens voor jezelf na. Misschien werkt dat ook wel voor als je die tips voor je telefoon gaat halen. Dus ga voor jezelf na. Wat is je doel met social media? En ga produceren in plaats van consumeren. Eventueel haal die app van je telefoon en zet een timer. Nou, sowieso qua focus. Wat ook heel belangrijk is, het derde, hè, die timer nog vaker gebruiken als je aan het werk bent. Dus wat je dus kan doen, is je weet dat... Nou, ben ik deze video aan het maken. Ik ga zo meteen al nog meer video's maken. Ik neem voor één video 20 minuten met voorbereiding en het produceren van deze video, het inspreken van deze video. Dat doe ik 20 minuten, dan neem ik 5 minuten pauze. Nou, en dat doe ik steeds. Dus zet voor jezelf ook een deadline. Ik merk als ik een deadline zet, word ik heel efficiënt, effectief en ga ik er naartoe werken. En daarna ook echt bewust ontspannen. En dat vind ik nog wel eens een uitdaging, dat ik bewust ontspan. Want dan merk ik ook dat ik nu niet flow ga ik door, maar dat moet ik echt doen. Want dan merk ik, als ik dat doe, wordt dat beter voor mijn productiviteit en voor mijn focus. Ik heb er ook een app voor, je kan er ook een app voor downloaden, volgens mij heet deze app Forest. En dan kan je ook echt een boom soort van gaan planten in die 20 minuten. Dat zou je kunnen helpen. Als vierde, wat een belangrijk punt is wat jou kan gaan helpen om nog meer wereldkampioen te worden in die focus, is om 's ochtends, als je de dag start, nou ja, jullie kennen mij, jullie weten dat ik een heel erg groot voorstander ben van een ochtendroutine, om 's ochtends even stil te staan, in te tunen, wat wil je vandaag bereiken, hoe ga je het verschil maken. Nou, daar heb ik andere video's, podcasts over opgenomen. Daar heb ik ook een werkboek voor gemaakt, de Mindset Bootcamp Masterclass heb ik daarvoor ontwikkeld. Maar ik geloof erin, dus als je begin van de ochtend start met die grote taak waar je tegenaan kijkt. Dus ik wil je echt uitdagen om 's ochtends te starten met die grote taak waar je tegenaan kijkt, waar je tegenaan loopt. De hikken dat je denkt, ik moet dat eigenlijk nog wel gaan doen, maar... Nou, ik wil dat je dus juist deze taak, dat je die 's ochtends meteen doet. Dus in plaats van dat je voortaan start met je mail of met social, ga je 's ochtends eerst die grote taak pakken. Of die kikker op eten, zoals Paul Ruckers dat noemt. Paul Ruckers heb ik geïnterviewd voor mijn podcastshow. En Paul zegt van, je moet eerst je kikker op eten, iedere ochtend. Dan heb je dat gedaan, dan heb je meteen dat bevredigend gevoel. En in de ochtend ben je vaak nog fris, scherp en krijg je dat snel voor elkaar. Als jij begint met je mail, dat doen heel veel mensen, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld de reactie in je mail hebt staan die je misschien niet zo leuk vindt, die veel werk kost, waardoor je geïrriteerd raakt. En dan zit je weer in een andere vibe. Maar als je 's ochtends opstaat en je hebt lekker ontbeten, je hebt even een fijne ochtendroutine gedaan, je zit in de juiste vibe, dan start je met die juiste energie, kan je aan die kikker, aan die lastige taak beginnen. Dus start 's ochtends met je grootste taak. En doe dat ook gewoon. Nou, ik ben op dit moment mijn boek aan het schrijven. En ik start dus iedere ochtend gewoon met schrijven. En doordat ik dat inplan, doordat ik dat doe, merk ik dat ik scherp ben. Blijf ik sowieso in die routine, in die cadans. Daar geloof ik ook in, dat je heel erg in die routine, in die cadans moet blijven. Dat je structuren mag gaan ontwikkelen. Maar dan merk ik gewoon dat het mij een heel voldaan gevoel geeft. Dat ik al dat heb gedaan, het grootste heb gedaan. En dan heb ik ook echt het gevoel dat ik het verschil heb gemaakt al die dag. Dus ga dat voor jezelf na hoe jij dat kan doen. Eventjes kijken. Wat mij ook heel erg helpt om mijn productiviteit te vergroten. Een vijfde tip is, ga dingen in bulk doen. Dus ik plan in één keer een reeks social media posts. Ik plan in één keer, of schrijf in één keer een aantal e-mails. Wat ik ook doe is, ik plan echt een dagtijd om voor mijn mail te werken. Beantwoord überhaupt niet iedere dag mijn mail. Ik heb daar ook iemand die dat voor mij doet. Maar
persoonlijk dus heb ik dat ook gepland. Maar ga dus kijken welke taak kan je dus bundelen. Zo zul je merken dat je dus nog meer gefocust kan werken. En word je dus die wereldkampioen in die focus. En kan je dus je productiviteit verhogen. Dus doe dat ook. En iets wat mij ook nog heel erg heeft geholpen, is de zesde tip, is ik werk met themadagen. Kijk, ik heb vanmiddag heb ik mijn coachklanten. En dat is gewoon een middag aan spreek ik verschillende klanten. Ik heb voor begin volgend jaar heb ik iedere maandag als creatiedag ingepland. En dat wordt mijn creatiedag van video's, van teksten, om aan mijn boek te werken. Dus die pak ik op maandag. Ik heb maar 2 dagen waar ik mijn klanten zie. Want de rest wil ik op het podium staan. Ik wil die creatiedag is ook een dag. En 1 dag wil ik vrij hebben. En dat plan ik dus in die bulkdagen. Dus dat wil ik jou ook echt meegeven. Ga eens kijken wat kan je plannen. En maak themadagen. Zodat je daar dus mee aan de slag kan gaan. En een laatste stap is maak een roadmap. En een roadmap is een plan. Die, hè, als je mijn werkboek hebt gedownload, hoe jij van 2020 jouw jaar kan maken, dan heb je ook je doelen gesteld. En een roadmap is een plan, en hier ga ik nog een aparte video opnemen morgen, of die jij morgen of overmorgen in je mailbox gaat ontvangen. Maar als je dus een roadmap maakt, is een overzichtelijk plan dat je weet welke stappen jij mag nemen om naar je doel toe te werken. En dan weet je ook wat first things first is, want dat is, ik wil je helpen hoe jij met minder werk meer kan realiseren. Daarbij is focus dus belangrijk. Maar dat je ook weet wat is bijzaak en wat is hoofdzaak. En ik wil dat je die bijzaken loslaat. En dat je gaat focussen op met datgene wat jou het verschil gaat maken. En daar helpt die roadmap bij. Dus ik zou zeggen, zoek even die andere video op. Die ontvang je de komende dagen. Maar een roadmap is daarbij echt, dat is zo'n heel erg mooie, waardevolle tool die je dus echt gaat helpen. Dus, even resume. Zet die notificaties uit. Dat is echt heel erg belangrijk. Ga voor jezelf naar hoe je social media in wil zetten. Wat is je doel? Plan tijd in voor je social. En ga produceren in plaats van consumeren, wat belangrijk is. Werk met een timer, dat je 20 minuten aan iets werkt en dan 5 minuten ontspant. En doe dat zo. Ga in bulk produceren. Dus ga kijken welke taken kan je achter elkaar koppelen. Dat is een heel erg belangrijke. Ik heb nog tussendoor die apps verwijderen. Dat is natuurlijk iets. Plan themadagen in. En ga aan de slag met die roadmap. Ga eens voor jezelf naar, welk resultaatdoel wil ik neerzetten? Wat zijn de procesdoelen die ik nodig heb om daar te komen? Als jij duidelijk hebt hoe je iets gaat doen, hoe je stap voor stap je iets gaat doen, dan weet je ook wat bijdraagt aan je grotere doel. En wat hoofdzaak is en wat bijzaak in is. Want vaak zijn we niet echt bezig met datgene wat ons gaat helpen. En ik wil je uitdagen dat je dat wel gaat doen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Word wereldkampioen dus in focus, want daarmee ga je het verschil maken. En mocht je zoiets hebben van, ik ben nieuwsgierig, na het luisteren van het filmpje, ik ga vanuit dat je al het werkboek hebt gedownload. Heb je dat niet gedaan, ga even naar sannevenpaas.nl/mijn-jaar. En daar ontvang je dus het werkboek. Dankjewel en een hele fijne dag. Doei doei!